inderdaad. We hebben het over 013, we hebben het over 014. Ik heb ook gezegd op deze dag dat ik iets aan wil bieden aan de stad. Nou zal ik het niet aanbieden aan de stad, maar daar gaat Chris mij bij helpen. En wat zou dat nou kunnen zijn? Heel veel potjes, jam misschien, of heel veel ratels voor iedereen, dat we iedereen goed wakker kunnen houden. 100.000 ratels, nou, daar heb ik niet voor gekozen. De stadsdichters hebben allemaal een schilderij en die hangen in de bibliotheek. De nachtburgemeester staat nu zo op de kaart. Tilburg zal nooit meer zonder een nachtburgemeester zijn. Er zal altijd een nachtburgemeester zijn. Elk 2 jaar zal die gekozen worden. Deze keer is er geen verkiezing, over 2 jaar zal er wel een verkiezing zijn. Bij het nachtburgemeesterschap hoort een beetje zelfspot, hoort een beetje anders naar de wereld kijken. Wij zijn niet van het college, wij zijn niet van de coalitie, wij zijn apolitiek, wij zijn er voor de burgers. Daarom vind ik dat de nachtburgemeester een galerij verdienen. Oh Chris, dat kun jij misschien onthullen. Ik heb het zelf nog helemaal niet gezien. Het is, ja, maak het maar open. Wat zou het zijn? Ja? Een spannend moment, want ze heeft het nooit zelf gezien, dus ik ben er zelf ook erg benieuwd naar haar karikatuur. Het is mooi hoor. Kijk! Wauw. Nou. Naast Willem-Alexander moet komen te hangen met mijn medekampioens en nachtburgemeesters. Wij houden een oogje op hun en ze moeten het goed doen voor de burgers en ze moeten voor ons zijn en niet voor de gebouwen, niet voor de ambtenaren. Ze moeten voor de Tilburgers werken en daar is de nachtburgemeester voor. Nou, toch nog een beetje activisme. Ik kom dus zomaar naar Tilburg binnenvallen. Ik ben uitgenodigd op Gewone Lieve, hartstikke leuk. Ik ben vannacht op stap geweest. Geweldige cafés, hele leuke mensen ontmoet natuurlijk ook weer. En volgens mij kunnen jullie heel erg trots zijn op zo'n nachtburgemeester. Want deze mevrouw die doet wat voor jullie in deze stad. Dus ik wou eigenlijk nog één heel groot applaus vragen voor Gewone Lieve. Yeah. Vanuit Groningen volg ik haar natuurlijk. Ik heb zwaar bewondering voor wat je allemaal doet voor deze stad. Hoe je betrokken bent. Dat je allerlei kleine projecten vanaf onderaf promoot en support. Dat zie ik je enorm. En festivals in Groningen. Ik organiseer. Ik heb ook een broedplaats in Groningen uit de grond gestampt. Van oud fabriekspand tot met cultuur. En toen dacht ik, wat zou ik nou kunnen doen? In Groningen sta ik ook wel bekend als een luis in de pels. Dat wil zeggen dat ik een dwarsdenker ben. Ik denk, ja, politiek en zo, dat vind ik eigenlijk niet heel interessant, maar ik vind het veel interessanter. Waar zit het geluk? Waar kunnen de mensen samenkomen? Wat is allemaal te doen? Dus met Eurosonic Noorderslag, dat is een festival wat we elk jaar in de Groningen hebben, vrij groot, kennen jullie vast wel, organiseer ik al een jaar of 6 een soort bijfestival. En dat is naast Eurosonic, waar niemand een kaartje voor heeft, dat is gelijk uitverkocht binnen een seconde, organiseer ik dan muziek voor waar je gewoon gratis naar binnen kan lopen. Dat is al een dik succes. Ook dit jaar ga ik dat doen, op 15 locaties. En toen ik in de trein zat hier naartoe, dacht ik van, hé, als ik dan gewoon 1 avond de kans geef aan de 013-artiesten voor Eurosonic, dan kunnen ze zichzelf promoten. Dus bij deze wil ik de artiesten... om zich aan te melden. En dat, we hebben net even besproken, dat kan dus bij jullie. En dan gaan we een showcaseavond organiseren tijdens Eurosonic Noorderslag met alleen 013 artiesten. Leek me een goed idee. Chris, van 013 naar 014, uitgenodigd door de nachtburgemeester in Tilburg. Maar ik begrijp nu ook 050. 050, nou volgens mij ga ik dat niet meer overleven. 050, ja, dat 014, 015, nee, dat leef ik niet meer. Maar nou, ik kom dus uit Groningen, dat is 050 het kengetal. En ik ben daar ook bezig met culturele bevordering. Ja. 050, wat gaan we daar doen?
Nou, ik heb zo net het podium bekendgemaakt dat ik heel graag tijdens Eurosonic Noorderslag een soort showcase wil organiseren met Tilburgse artiesten die zich tijdens Eurosonic Noorderslag kunnen presenteren. Dus alle 013 artiesten mogen zich aanmelden? Alle 013 artiesten zijn in principe welkom om naar Groningen te komen tijdens Eurosonic Noorderslag. Het is een geweldig festival in de stad waar de hele muziekindustrie samenkomt. En dat is natuurlijk een uitgelezen kans voor de artiesten om zich te presenteren bij de grote boekers en plaatsmaatschappijen en whatsoever. Je bent vannacht nacht in Tilburg geweest. Je hebt samen met Godeliefde onze nachtburgemeester Tilburg mogen ontdekken. Wat is je indruk? Nou, dat is toch wel heel erg geweldig. Ik bedoel, ik ben Groningen gewend. Dat zijn, zoals iedereen weet, lange nachten. Maar hier in Tilburg, daar heerst ook een bepaalde vorm van cohesie samen. De mensen zijn, het lijkt wel één grote familie. En dat gaf een heel goede sfeer. Heel leuke cafés, hele goede sfeer over de straten. Dus ik heb een hele goede indruk gekregen van de stad. Tipje van de sluier. Overnacht in de burgerij in Tilburg, hoe was dat? Nou, dat was een geweldige plek. Hele goede kwaliteit eten hadden ze ook. En goede bedden, heel aardig personeel. De burgerij, daar ga ik vaker terugkomen.